Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Welkom bij Smaakmakers. In aanloop naar de feestelijke decembermaand maken we vandaag kennis met de initiatiefnemers van het Glazen Restaurant 2016. Zoals bekend staat dit jaar het Glazen Huis van 3FM Serious Request voor de tweede keer in Breda. En terwijl de DJ's een week lang niet mogen eten, wordt er op loopafstand het Glazen Restaurant geopend. Ik sta hier naast Brent Harsveld. En in zijn rol binnen Mise en Place, de bedenker van het Glazen Restaurant, begin in 2012 geloof ik, hè? Klopt. Voor de eerste keer. Ja. Ben jij ook heel actief betrokken om het ook in Breda weer van de grond te krijgen? Zeker weten. Kan jij mij kort vertellen wat het Glazen Restaurant is? Dat kan ik zeker. Marieke, het Glazen Restaurant is een hoogwaardig culinair concept. Goed om te vermelden dat 100% van alle opbrengst om daarmee te starten, naar het goede doel gaat dit jaar. Wat is het Glazen Restaurant? We zijn een aantal jaar terug begonnen in Enschede. Daar is het Glazen Restaurant ontstaan. Wij verzorgen 6-7 dagen lang, in dit geval in Breda 6 dagen, 12 eetmomenten. Waarin we 100 gasten graag ontvangen. Die worden dus met sterrenchefs in samenwerking met hotelscholen. Wordt dat georganiseerd? Ja. En die ontvangen wij graag in het Glazen Restaurant, waar dan alle omzet naar het goede doel gaat. Ja, dus het is een 100% gaat alles naar het goede doel. Het is een uniek concept en daarmee onderscheiden we ons daarin toch wel. En dus Enschede, begreep ik, Leeuwarden, vorig jaar in Heerlen. Ja. En nu in Breda. En nu in Breda, ja, in Brabant. Ja, nou heel leuk dat jij daar wat over komt vertellen vandaag en dat we de keuken in gaan. Maar uiteraard kan zoiets alleen maar bestaan als er ook in Breda partijen, sponsors, hotelscholen zoals je net al zei, opstaan en zeggen nou, we gaan de handen uit de mouwen steken en we gaan dat doen. Dus ik vind het ook heel leuk dat straks bij ons aan tafel nog twee lokale initiatiefnemers, Isabel van Waasbergen en André van Veen, aanschuiven. Ja. Maar wij gaan voor hun koken, tenminste. Jij gaat met topchef Joeri Verbeek, die ook een rol in het Glazen Restaurant gaat spelen, de keuken in. Ja. Dus ik zou zeggen, ga je nog mee. Nou, heel goed. Ja. Gaan we doen. Leuk. Oké. Ja. Dag Joeri. Hallo. Hey Marieke, hoi. Leuk. Hey Brent. Hoi. Tijd geleden, man. Zeker. Ja, jullie kennen elkaar natuurlijk wel. Ja, want jij gaat ook een rol spelen binnen het Glazen Restaurant straks. Ja. Voor ons een unieke, want Joeri, je bent volgens mij de eerste chef in Smaakmakers die niet uit Brabant komt. Ja, dat ben ik wel best wel trots op. Want wij doen eigenlijk altijd alleen maar uit de regio. Maar uit Delft. En kan jij kort wat vertellen over jouw bezigheden? Ja, het zijn best wel veel. Ik heb een cateringbedrijf en wij geven kookworkshops in Delft. Daarnaast ben ik ook nog gastdocent bij de Gesprekersacademie voor Jonge Talenten van Nederland. Ik schrijf kookboeken, columns voor bladen. En het leukste en het liefste wat ik doe is creëren. Ja. Gewoon leuke, bijzondere, mooie dingen maken. Dus, maar wel altijd met eten. Ja, met, zeker. Ja. Creatief, culinaire bezigheden. Ja, voor mij kan het niet gek doen of zo. Maar niet. Okay, nou, houden we het hier gek? En gaan we het hier gek maken of blijven we het hier een beetje normaal houden? Ja, een beetje. Nou, jullie zullen wel verrast zijn dadelijk. Hartstikke leuk, want we hebben een, zoals ik al tegen Brent zet vandaag, een grote tafel, een goed gevulde tafel ook. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we gaan maken. Jullie beginnen normaal heb je in een restaurant brood met boter, maar ik ga een kampvuurtje voor jullie maken. Dat is truffelboter met roggen erop, met broodstengels en een amandelpit. En die ga ik dan aansteken en die blijft ook echt branden voor 20 seconden. En dat is jullie brood en boter. Okay. En daar krijgen jullie een soepje bij en dat is ook wel leuk. Het is een soepje bouillabaisse. Alle brandalarm uit hier dan, denk ik? Ja, als ik ga beginnen wel. Okay. Het is een bouillabaisse, maar het is een speciale bouillabaisse. Want normaal is het ook op basis van tomaat, maar ik heb hem op basis van Nederlandse biologische safraan gemaakt. Oké,
Oh. Ja, het is echt super, het is nieuw en super interessant. Gaan jullie dadelijk ook echt proeven. Daarbij heb ik wat koppeltjes, ga ik dadelijk kopen, wat mosseltjes, wat schilvis. Allemaal lekkere dingetjes voor in de soep. Ja. En dan garneren we het af. Er komt ook nog een heel klein beetje houtskoolschuim op het soepje. Dan krijg je een beetje een soort bakachtige, barbecue-achtige smaak in je soepje. Ja, nou, en dan garneren we het ook nog af met wat eetbare bloemetjes. De blaadjes van de krokus, van de saffraan, wat andere eetbare bloemetjes. Oké, okay, dus, nou, creatief genoeg, lekker ja. Culinair, maar we moeten nog even wat boodschappen doen. En ja. jij bent hier ook wel met een hotelschoolachtergrond. Jij kent de weg ook, maar jij denk ik net iets beter. Alhoewel, het is al lang geleden. Ja, nee, dit is echt bijzonder, Marie. Ik denk dat het 20 jaar geleden is dat ik hier weer ben bij Hannes ISPC. Dat was op de woensdag en dan mocht je met je chef mee. S'ochtends om 6 uur, dat was heel bijzonder. En de chef zaten apart. Ja. En dan leerlingen moesten de kar dragen en de boodschapjes doen. En ik kwam er net binnen na zoveel jaar en het eerste die ik zie is Joost. En iemand die hier werkt. Die werkt hier op de vleeswarenafdeling. Nou, dat is echt zo grappig. Dus voor mij is het ook wel een beetje een speciale dag. Feest weer herkennen hier en daar. Breda is cool. Ja. Dat is mooi. Ja. Ja. Ook niet uit Breda, dus nou, dat gaan we zien. Ja. We gaan boodschappen doen. Ga jij ons voor? Ja, we ja? gaan. Oké. Okay. Okay. Goedemorgen. Kees, man. Dat is lang geleden. Hoe lang ben je? Oh, ik zit 23 jaar hier, dus. Ja, ik was een klein manneke, hè? Ja, dat kijk ik nog wel. Dat is echt waar, Marie. Marie, ik ga je uitleggen, Kees. Ik ben een bouillabaisse aan het maken op basis van onze vrouw, maar ik heb wat kerstsoorten nodig om het af te garneren. Ja? En ik maak ook een kampvuurtje. Dat ga ik jou niet mee belasten, maar het is brood met boter, maar dan in de vorm van een kampvuurtje. En dan gaan we aansteken, super gaaf. Kijk. En daar wil ik tahoenkres bij hebben. Ja, dat kan. Heb je een tahoen? Ja, ik heb... Kijk. Super. Dit is onze tahoenkres. Okay. Wat is kres? Wat is dat? Kres, want dat, zie je, dat is echt van de laatste jaren, hè? Ja, wel een opkomst de laatste jaren, ja. Ja, ja. Ja. Ja, hoe kan ik het uitleggen, Marie? Ja, vroeger had je zeg maar een hoofdgerecht en dan gardeerde je het af met peterselie of kervel. Ja. Ja. Toen gelukkig nog heel gewoon was, zeg ja, maar. Ja, inderdaad. En tegenwoordig heb je... In jouw hotelschooltijd. Ja, klopt. Ja. Wat je tegenwoordig doet, je kan garneren in de lijn van het gerecht. Kijk, dit is tahoenkres, dat smaakt naar het bos. Mag je ook proeven als jullie willen. Het bos? Ja, je proeft beukennootjes. Ja, echt. Aardse toon. Ja. En ik gebruik dit weer bij truffel, bij aardappelgerechten. Dus we nemen een doos van deze mee, denk ik. Ja. Ja? Met wil jij hele doos. Doos. Ja, ja, we hebben zat dan. Ja, helemaal goed. Kees, echt super bedankt. Hey, succes mee, jongen. Over 23 jaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Gerfondes, goeiedag. Dag, Gerfondes, goeiedag. Hallo. Wij kennen elkaar, hè? Ja, ja, ja. Hallo. Ger, wat kan ik voor je doen? Ik ga een bouillabaisse maken, maar wel een speciale. Normaal is het op basis van tomaten, is best wel een stevig soepje, maar omdat het lunch is, heb ik hem gemaakt op basis van saffraan. Aha. Biologische Nederlandse saffraan. En ik wil graag voor jou wat schaaldiertjes en wat vis om de soep mooi te vullen. Dat kan. En omdat je toch op basis van Nederlands bent, zou ik mooie Nederlandse schelpjes en Nederlandse visfilet gebruiken. Super. Zoals je hier ziet, de mosseltjes van Zeeuwse bodem, kokkeltjes, waddenmosseltjes, kokkels van de wadden. Helemaal goed daarvoor. Kun je zo gebruiken. Mooi verpakt in bakjes. Mag je zo meenemen als je daarmee wil werken? Ja. Dat kunnen we wel doen. Kijk, een bakje kokkels. Dankjewel. Een bakje supermosselen, niet te groot. Prima van kwaliteit. En dan heb je nog een stukje verse vis nodig. Ja, Nederlands van het seizoen. Ik heb nu een prachtige schelvisfilet. Hartstikke, hartstikke vers. Ja, dat ziet er mooi uit. Je zegt Nederlands van het seizoen. Dus dat is jouw voorwaarde? Ja. Je moet altijd van het seizoen zijn. Je moet altijd met de seizoenen meekopen. Ja, seizoen snap ik, maar waarom Nederlands? Ja, lekker dichtbij. Ja, kijk, wat is nou nog mooie wij bezoeken, mooie producten. En dat wordt, ik vind dat moet je heel erg waarderen. Bijvoorbeeld kokkeltjes, wat wilde je zeggen, Brent? Waar komen ze eigenlijk vandaan? Wadden. Kokkels. Okay. Ja, wadden. We hebben ze ook uit Zeeland, maar dit zijn wadden. Ik ga wel eens met mijn zoon samen, ga ik altijd kokkeltjes rapen. Die gaat liever voor de kokkeltjes dan naar de Efteling. Dat is apart, hè? Kijk, dat is heel apart. Dat is heel apart. Maar het mooie is, kijk, iedereen in Nederland eet spaghetti vongole. Ja. Heb ik nooit begrepen. Nee. Kokkels, nou, er zit meer vlees. Ik persoonlijk vind het lekkerder. Ja.
Ja, jullie gaan het dadelijk echt proeven, maar dan moet je echt, ja, echt, ik ben ook wel ambassadeur, maar niemand weet het. Nee, het is altijd leuk als... Nu weet iedereen. Ja, altijd leuk als men van eigen bodem kookt, altijd leuk. Zeker weten. Hoeveel wil je hebben? Eén filet, prima. Ja. Dan ga ik deze even voor je inpakken. Helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel. Leuk hier. Nou, dan mag jij straks met je vis aan de slag, alvast in de keuken. Want wij gaan nog even een glaasje wijn proeven. Ja, als je dat lust tenminste. Zeker weten. Ja? Ja, en lopen wij alvast die kant op. Ja. En wij zien jou zo. Goed zo. Oké. Hoi hoi. Dag Stefan. Goedendag, hoi. Welkom. Hoi. Leuk om hier weer te zijn. Hoi. Brent. Stefan Waiers, aangenaam. Ik heb Brent meegenomen. Brent is van het Glazen Restaurant, wat straks in december in Breda komt te kijk, staan. Kijk. We komen alvast een klein glaasje wijn proeven. Ja, perfect. Voor nu aan tafel, dus nog niet voor in het nog niet voor dan, maar gewoon voor nu. We gaan wijn uit de buurt proeven, uit onze spreekwoordelijke achtertuin. Ja. Uit Maden, uit ons eigen Noord-Brabant. Daar hemelsbreed die maar een kilometer of 10, 12 vandaan. Grappig, ja. En dat past dus heel goed bij die saffraantonen die in de soep zitten. Ja, ja, zonder meer. Ja. Ja, de heer Marius van Stockholm die maakt al sinds 1977 op zijn eigen wijngaard van ongeveer een hectare maakt hij prachtige wijn. Bijna 40 jaar dan. Ja, absoluut. Ja. Bijna net zo te zeggen. Hij gebruikt Elsasser druivenrassen zoals Pinot Blanc, Riesling, Pinot Gris. Dat werkt. Dat is goed, want dat zijn zogenaamde cool climate druiven. En die gedijen heel goed in het Nederlandse klimaat. Want dan hou je namelijk de frisheid ook in de wijn. Oké, nou schenk een lekker glaasje voor ons. Zeker een glas. Want in dat glazen restaurant, daar wordt uiteraard een lunch en een diner geserveerd. Elke dag. Ja, klopt. 12 keer heb je de mogelijkheid om daar aan te schuiven. Kan je wat vertellen over wat daar dan geserveerd wordt? Of wat, waar je een plekje voor reserveert, zeg maar? Ja, nou, elke. We hebben dus zes dagen. Dus 12 eetmomenten. Lunch en diner. Ja. De lunch bestaat uit een 3-gangen lunch. Is een vaste prijs. Daar zit de wijn, entertainment, daar zit alles in. Dat hebben we ook voor het diner. Dat is één vaste prijs ook. Je krijgt daar alles voor, dus je bent meteen klaar. Ja, dus dat wordt allemaal geregeld. Ja, dat, En dat wordt uiteraard alweer geregeld door alle lokale partijen die hier... iemand die de wijn... ik zal de Hanels daar denk ik wel een rol in spelen. Ja. Maar dat horen we straks aan tafel. Ja. Oké. We gaan proeven. Ga je gang, mensen. Nederlandse wijn. Lekker. Dat is toch een beetje... Nou ja, het is apart. Mm. Dat klopt. Ja, ik zeg Noord-Brabantse wijn. Jazeker, ja. Oh, dat is wel lekker. Ja. Zeker, bijzonder. Ik ben heel verbaasd, hè? Het zal hem deugd doen. Het zal hem deugd doen. Nee, heel lekker. Ja. Dan neem mijn fles mee. Ja, en gaan we doen. En dan gaan we jou je schort aantrekken en dan mag je aan de slag dan met gaan we Jury. Ja. Hartstikke ja, leuk. Helemaal goed. Mag ik de fles meenemen? Ja, die mag jij meenemen. Alsjeblieft. Kom maar. Zo dan. Dankjewel. Je kan hem koud zetten. Oké. Ja. Nou, perfect. Dan gaan we. Ga goed. Dankjewel en smakelijk. Dag. Dag. Hoi Jori, ik heb een Nederlandse wijn bij, uit Maden. Ja. Ja. Ken je hem? Ja, de Lini. Ja? Ik ben er zelfs een keertje bij geweest. Het is net langs de, volgens mij langs de Rijksweg, in de buurt van Breda is het. Ja, Maden. Ja, ja Maden. Ja. Nou, ik heb er nog één meegenomen omdat we met zoveel mensen aan tafel zitten vandaag. Dus voor het feestelijk, ik zet hem even koud. Ja. Kan je alvast uitleggen wat we nou gaan maken vandaag? Ja, ik ga het uitleggen. Even kijken, Manon, mag ik de kampvuurtje? Ja. We beginnen met wat ik al vertelde net. Oh, hij gaat een beetje met kampvuurtje. Dit is het kampvuurtje. En normaal krijg je zeg maar brood. Krijg je brood en boter krijg je in een restaurant. In een restaurant. Ja. En hieronder zit truffelboter, dus dat is ook echt boter. Dit is de aarde, is roggebrood. Dan hebben we wat broodstengeltjes gemaakt. Ik vertelde over de tahoenkres, dat die smaakt naar aardse smaken. Ja. Die hebben we er ook in verwerkt. En hier is een amandelpit. En als jullie dadelijk aan tafel zitten, gaat het gebeuren. Nou, daarbij serveren we de bouillabaisse. Die ga ik hier heel even... Bouillabaisse is een heel mooi woord voor vissoep, hè? Ja, een rijk gevulde vissoep. En omdat het lunch is, en ik heb hem light gemaakt. Je hebt tegenwoordig in Nederland heb je biologische saffraan. Saffraan is heel bijzonder, het zijn de meelstampetjes van de krokus. En saffraan is bijna net zo duur als goud. Omdat het allemaal met de hand wordt geplukt. Nou, daar heb ik een bouillon van getrokken, een visbouillon. Daar komt dadelijk mosseltjes bij, kokkeltjes. Want ik ben kokkel, wat ze doen. Ja.
En daar, wat gaan we nog meer vertellen? Ja, dit is ook wel een bijzondere. Normaal, als je een bouillabaisse inschenkt, doe je dat altijd met een soeploes. Ja. Wij gebruiken de tuingieter. Dus met de tuingieter wordt het... Straks aan tafel... Wordt ingeschonken. En daarbij hebben we wat houtskoolschuim. Dit is houtskoololie vermengd met melk. Houtskoololie, dat bestaat of dat maak jij? Ja, dat bestaat. En hier doen we wat melk bij, tot 60 graden. En dan met de staafmixer. Iedereen denkt altijd dat je heel hard moet mixen, maar je moet juist zachtjes mixen met net iets te boven gaan hangen. Ja. Dan krijg je mooi schuim en dat doen we over de bouillabaisse. En dan hebben we ook nog wat blaadjes van de krokus van de safraan en nog wat andere eetbare bloemetjes. En daar garneren we het mee af. Dus dat gaat er worden. Nou, het klinkt allemaal heel goed. Ik ben er heel erg benieuwd naar het eindresultaat straks. Dus ga aan de slag. En jullie gaan aan de slag net als straks in het Glazen Restaurant. Met leerlingen, met studenten. En we hebben er twee vandaag. Hartstikke leuk. Twee kanjers. Dit is Manon Vermeulen. Die gaat assisteren. Ja. En Rutger komt er ook eens even bij. Dit is Rutger Verhoeven. En die gaat ook helpen. Nou, hartstikke leuk. Succes! Dankjewel. Aan de slag. Ja. Jo. Want van 18 tot en met 23 december staat het Glazen Restaurant op het Kasteelplein hier in Breda. Ze openen haar deuren 6 dagen lang voor lunch en diner. En de opbrengst gaat 100% naar het goede doel. Eerdere edities van het Glazen Restaurant waren er al in Enschede, in Leeuwarden en in Heerlen. En om u nou even een goed idee te geven van wat er zoal in een Glazen Restaurant plaatsvindt, kijken we even terug naar wat beelden van vorig jaar. Hier achter mij staat het Glazen Restaurant Heerlen 2015. Wat gebeurt er hier allemaal? Wie zijn de initiatiefnemers? Wie komt er koken? We gaan het de komende dagen allemaal laten zien. Kom, we gaan naar binnen. Zeven dagen lang gaan we ontbijt, lunch en diner voor maximaal 120 couverts uitserveren. Ik ben altijd fan van het glazen huis. Ik kijk de hele kerst thuis op de bank voor de tv. Ja. En nu is er een keer in de buurt, dus nu heb ik een kans gegrepen om ook iets terug te doen. Het eindbedrag. Zullen we het dan maar gaan vertellen? Ja, ik denk het wel. 4 tegelijk. 3. 150.000 euro. Bam! Namens Serious Request onwijs bedankt. En ik hoop dat we volgend jaar weer in Heerlen zitten. Ja. Isabel, André, leuk. Welkom hier aan tafel. Oh, we hebben vandaag een grote tafel. Want er zijn heel veel mensen die wat te vertellen hebben over het fantastische initiatief Het Glazen Restaurant. We zagen zojuist wat beelden van de editie van vorig jaar in Heerlen. En we hebben met Brent al uitgebreid gepraat over het concept en het idee wat ooit in 2012 voor het eerst is ontstaan. Maar ik dacht natuurlijk direct bij het zien van die beelden, tuurlijk kan dat in Breda ook. Breda ook, ja, tuurlijk. Ja. Maar dan denk je erachterna natuurlijk wel direct, maar dat is wel heel veel werk en dat vergt wat organisatietalent. Dus... Absoluut. Nou, dat zit hier in ieder geval aan tafel, ja, dus dat is wel fijn. Kan jij mij vertellen, Isabel, hoe is het zo gekomen? Ja, nou, ik hoorde van het initiatief vorig jaar in Heerlen. En ik heb toen contact opgenomen met de gemeente Breda, met Ferdy Wolfis. Ja. Hij is projectcoördinator van het Glazen Huis. En we hebben met elkaar gesproken en toen zei ik van ja, dit moet toch ook mogelijk zijn in Breda. Ja. Dus... toen zeiden we van, nou weet je wat, we gaan een aantal partijen bij elkaar brengen. En we wilden het wat anders doen dan vorig jaar, omdat daar heel veel lokale restaurateurs bij betrokken waren. Wilden we dit jaar voornamelijk ook het onderwijs een belangrijke rol laten spelen. Ja. En toen heb ik de directeuren, onder andere André uitgenodigd en Bernadette van der Laak van de Rooie Pannen. Ja. En contact gezocht met de NATV, Bartel Scholz. En we zijn bij elkaar gaan zitten en toen is het idee ontstaan.
Ja. Dus, ja. Nou, hartstikke leuk. Dus in het projectteam zitten heel veel Bredanaars. Ja. Waaronder ook jij, André. Ja. Want als directeur van het Single College. Van het Single College. Ja, inderdaad. Nou ja, we kwamen aan met het idee. Ja, dat werd natuurlijk omarmd. Ik bedoel, wat is nou nog leuker voor de ervaring voor studenten? Hè? Want de studenten gaan echt de mise en place doen. Ze gaan koken. Ja. Ze gaan dat doen met een sterrenkok. Dus die kinderen zijn, ja, kinderen. Studenten. Die zijn zo enthousiast. Dat is de hele ervaring om zo'n project mee te mogen organiseren. Want ze gaan echt een aandeel leveren. Hè. Ik bedoel, wij doen het entourage en de sponsoringen bij elkaar zoeken. Ja. Maar voor die kinderen is het echt geweldig. Ja. Zij gaan 6 dagen lang lunch en diner verzorgen. Van A tot Z. Ja. Ja. Van A tot Z. Ja. Samen met topchefs. Hè? Ja. Dus, En ja, ik las inderdaad in jullie persberichten een Circo Bakker en een... Kees Helder, die naam kwam voorbij. Ja. Dus maar er zitten echt 8 à 10 topchefs die hun medewerking gaan verlenen in die 6 dagen. Nou ja, en met Juri, hè? Juri Verbeek. Die heeft een uitgebreid podium al gehad. Maar goed, het is toch heel fijn dat hij daar ook zijn medewerking aan geeft. Ook voor de chefs is het natuurlijk gewoon in de topdrukte van rond de kerst. Ja. Dat ze hun medewerking geven. Ja. Dat ze daar ook de tijd voor nemen. Dat is heel super. Dus dat is echt waanzinnig. En Isabel vertelde mij ook al in een eerder gesprek, maar in ieder geval, het was gewoon heel belangrijk om het samen te doen. Weet je? Ja. Samen. En Breda heeft 3 hotelschoolopleidingen. Horeca-toerisme-opleidingen. Nou, we doen het inderdaad samen met de NATV en de Rode Pannen en wij als Single College. En dat loopt allemaal door elkaar heen straks, toch? Dat loopt allemaal door elkaar heen. Het is zo leuk. Ik bedoel, we hebben de foto, die heb je gezien. Ja, dan ontmoeten die leerlingen elkaar en die zijn dan eerst even zo van... Je was erbij, Isabel. Ja, zo van, echt eerst even aankijken. Leuk om dan te zien hoe dat ze reageren. Ja. En hoe ze dat samen op gaan pakken. Ja. Nou, ze gaan straks proefkoken onder leiding van de chefs. Want ja, het moet er natuurlijk wel een mooi product staan. Worden, ja. Dus dan gaan ze ook met elkaar doen, dat proefkoken. En ze gaan de mise en place met elkaar doen. We hebben natuurlijk de witte brigade, we hebben straks de zwarte brigade. Die wit is in de keuken, zwart is in de bediening. Ja, precies. Ja. Ja, en dat wordt een prachtige samenwerking. En samen met het bedrijfsleven hier uit de regio. Nou, dat wordt een prachtig evenement. Maar dan wel allemaal die tafels vullen natuurlijk. Maar samen met het bedrijfsleven, Isabel, daar ben jij natuurlijk ook wel... Ik ben natuurlijk hier verantwoordelijk voor de business to business. Dus ja, hier bij de Hanels ISPC. Bij de Hanels ISPC. Dus dat betekent dat je met veel bedrijven contact hebt. Ja. En vandaar dus dat je wilt natuurlijk zoveel mogelijk lokale bedrijven hierbij betrekken voor het licht, het geluid, de inrichting, de keuken. Ja. Daar moeten natuurlijk sponsoren voor gezocht worden. Ja, want alles moet daar een soort van gratis naar binnen komen. Alles. Ja, alles zodat... moet gratis naar binnen, want zodat echt alles 100% inderdaad naar het glazen huis kan gaan brengen. Geen rekeningen over en weer. Het moet echt allemaal gesponsord worden. Ja, dat is een uitdaging. Hè? Een hele grote uitdaging. Maar we zijn al een heel eind op weg. Ja. En we hebben nog wel wat sponsors nodig. En bijvoorbeeld voor de beveiliging, hè, want zo'n tent moet natuurlijk ook 's nachts beveiligd worden. Ja. En daar hebben we wel nog wat voor nodig. Dus bij deze. Oké, daar komen we. Oh, kijk nou toch. Leuk. Oh, wauw. Dat ziet er toch mooi uit. Mag het hier? Geweldig. Echt bijzonder. Rutger gaat het kampvuurtje aansteken. Het kampvuurtje. Lekker warm. En Manon gaat zo een lekker wijntje voor jullie inschenken. Altijd spannend. Maar ja hoor. En dan gaat hij ook leuk zeg. Leuk brood zeg. En boter. Nou, brood en boter. Maar dan een kampvuurtje. Ja, heel leuk. Dankjewel. Heel leuk. Ik ga niet ruiken. Hè? Huh? Ja. Dat ruikt heel lekker. Nou, ik ga nog niet met volle mond praten, dus dat komt straks. Maar voor de kijker thuis, het goede doel waar het dan straks allemaal naartoe gaat, dat is dus het doel van 3FM Serious Request. Het Rode Kruis, hè? Het Rode Kruis. Dit jaar wordt daar aandacht besteed aan de stille ramp. Want het is altijd een beetje iets wat niet zo belicht is. En dit jaar is het de stille ramp. Dankjewel. Kindersterfte als gevolg van longontsteking. Ja. Dus het is misschien ook nog wel goed. We zitten nog een beetje voordat het straks allemaal gaat gebeuren. Hè, om dat nog eventjes aan te stippen. Ja, nou, wij vinden het ook wel belangrijk om op deze manier onze maatschappelijke betrokkenheid te laten zien.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk voor heel veel Bredaanse bedrijven. En ook voor alle sponsoren is dat een belangrijk iets om te commenten. En hoe krijgen jullie nou die studenten zo gemotiveerd? Omdat, hoeveel uur moeten ze daarin steken per student? Nou ja, een student moet natuurlijk, want de leerlingen die de mise en place daags daarvoor doen, die zijn ook de volgende dag in het restaurant. Dus die zijn er al 2 dagen mee bezig. Ja. Maar daar hoor je ze echt niet over, hoor. Nee, tuurlijk niet. Dat is leuker. Nee, maar je zegt, je vraagt aan mij van hoe krijg je ze ver? Nou, dat is één enthousiasme. Die willen echt allemaal mee doen. Het is natuurlijk ook een prachtige ervaring met een topchef, zo'n evenement. Ja. Ja, ze leren die dag meer dan dat ze een dag bij mij leren, eerlijk gezegd. Ja, hoor. Misschien ook wel. Ja. Maar in ieder geval, iedereen moet natuurlijk wel zo'n plaatsje gaan reserveren. Maar ik vraag me af, is er al een programma? Weet je wat er in die 6 dagen al... Welke topchef er is en wat voor entertainment. Ja. Nou, we hebben natuurlijk een website, omdat de stichting van het Glazen Restaurant natuurlijk al bestond. Ja. Dus we hebben een website waar je precies op kunt zien op welke dag welke chef kookt. Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk. Maar je zei net al, beveiligd, zijn er nog andere dingen? Want stel nou, ik kan heel mooi gitaar spelen of ik kan mooi zingen of zo. Entertainment. Ja, bedoel, graag. Dan kunnen ze zich altijd melden bij jullie. Ja. Ja. We hebben al wel entertainment. Er is een lokale speler hier in Breda. Holland Casino die wat entertainment heeft geboden. Ja. Dus dat is hartstikke fijn. Daar zijn we heel blij mee. We hebben nog items nodig voor de fundraising. Voor de tafels, voor de veiling. Ja. Dus dat is altijd heel leuk graag. Als mensen zeggen van bedrijven zeggen van nou, we willen graag dit beschikbaar stellen. Dan heel leuk, want we willen natuurlijk ook een beetje. Is dat elke dag een veiling? Nee, alleen tijdens het diner. Oh ja, elke avond. Ja. Dus wel elke dag. Maar ook tijdens de lunch is er ook entertainment. Er is altijd muziek. Maar ja, goed, als mensen zeggen van vind het leuk om vrijwillig te komen optreden, ja, neem contact met ons op via de website. Glazenrestaurant.nl. Ja. Nou, hartstikke leuk. Het valt en staat toch weer met lokale helden of kanjers die opstaan en zeggen van ja, ook in Breda gaan wij dat doen. Ja. En nou, hartstikke leuk dat jullie dit hebben aangegeven. Ja, dankjewel. En handen uit de mouwen gaan steken over 2 weken. Dat is wel nodig, hoor. En dat is wel dat iedereen gaan boeken, hè? Want dat is natuurlijk wel nog belangrijk. Nou, dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Ja. Ik geloof dat ik het gerecht al wel aan zou komen. Dus ik hoop dat Brent dan ook even aan tafel schuift. Ja. En ik heb met Isabel en met André inderdaad zo over het praktisch. Wat gaat er nou allemaal in het glazenrestaurant plaatsvinden? En ik begrijp wel dat daar echt nog heel veel geregeld is, maar ook nog van alles te regelen valt. Ja, zeker. Ja. Iedereen die denkt van, goh, ik zou graag een rol willen spelen, ik wil sponsoren of wat ook, die kan zich altijd aanmelden via glazenrestaurant.nl. Kan altijd contact met ons zoeken. Ja. Hoe klein of hoe groot, dat zie je ook met de acties rond het glazen huis. Niet te verwarren uiteraard. Alles is mooi meegenomen. Ja, dus, we willen er echt een feestje van maken. Ja, het moet echt een feestje worden. Het moet een feestje worden in Breda. En iedereen mag zich daar inderdaad voor aanmelden. En zowel om te komen eten, maar ook als je iets wil doen. Ja. Ja. Heel graag zelf. Hartstikke maar uiteraard, los van dat allemaal, moet je natuurlijk ook allemaal in het glazen restaurant komen eten. Dus je moet echt je plekje, want er zijn er maar 100 per eetmoment. Dus 200 plekjes per dag. Dus reserveer op glazenrestaurant.nl, want het is allemaal voor het goede doel. Ja, dankjewel. Nee, Jori, ik kom even uitleggen nog. Want dat is houtskoolschuim. Ja, dit is houtskoolschuim. Je ziet een stukje schilvis, mosseltjes, kokkeltjes, de bouillon wat ik vertelde op basis van saffraan. En er zit ook nog houtskoolschuim op en wat eetbare bloemetjes en wat paarse bloemetje, dat is van die biologische saffraan, de krokus. Ja, die blaadjes. Oh, ja, heel leuk. Dankjewel voor je komst, helemaal uit Delft. Ja. En heel veel succes straks in het glazen restaurant. Oké. Eet smakelijk allemaal. Dankjewel. Dankjewel. En voordat ik ga eten wil ik jullie ook heel graag bedanken dat jullie hier bij Smaakmakers te gast waren. En laten we proosten op een succesvolle editie van het Glazen Restaurant in Breda. En ik heb er alle vertrouwen in. En ik kom zeker kijken. Ik ga gelijk reserveren. Ja, moet je doen. Heel leuk. Ik kom wat anders doen, maar in ieder geval hartstikke leuk. Ja. En volgende week dan zijn we er weer met een nieuwe Smaakmakers. Met weer een smaakmakende gast. En ik hoop weer zo'n smakelijk gerecht. Graag tot dan. Eet smakelijk. Ziet er mooi uit, hè?